Ik zei het echt als een vaak wordt mij gevraagd, wat ben je van afkomst? Surinaams? Nee. Somalisch? Nee, ook niet. Egyptisch dan? Ja, Egyptisch. Nee, ook niet. Wat ben je van afkomst? Vertel op. Ik vertel het je. Maar voordat je mij kan labelen aan afkomst, wil ik je wat anders vertellen. Ik wil graag af van alle labels. Al is het voor een paar minuten. Allemaal hebben we diezelfde identiteit. Maar toch. Toch is het voor de ene wat makkelijker dan de andere om zijn doel te bereiken. De ene is er altijd waar de andere zich nog moet bewijzen om daar te komen. Dat het bij het bedenken van naam voor ons kinderen tegen het feit aanlopen dat hij of zij later moed krijgt met solliciteren. Dat we ons druk maken om opvoeding, leefomgeving, scholing. Begrijp ik volkomen. Maar om te solliciteren? Mijn plek van afkomst is een illustratie van het allemaal anders kunnen zijn. Blank, getint, donker, Arabisch, Berbers. Mijn ouders die ik als kunstenaar zich verbonden voelde met deze illustratie. Mijn vader donker, mijn moeder blank. Berbers voor oorsprong, maar toch ook Arabisch geleerd. En ik ben dankbaar. Dankbaar dat ik iedere dag wakker word en mijn ouders voor me zie. Waarbij mijn moeder zich in de vroege morgen druk maakt om wat ze gaat koken. Ja, koken is haar passie. Dat het bloei komt als mijn broers en zussen langskomen in het weekend. Ik geniet van haar genieten en zij op haar beurt van ons genieten als we met z'n allen gezellig in de woonkamer zitten. Mijn plek voor afkomst is te gek voor woorden. Daar waar je zon, zee, strand ziet, bergen en woestijn. Noem het maar de wereld. Wereld, werelden, tweestrijd, verschillen, overeenkomsten, raakvlakken. Raakvlakken zorgen ervoor dat ik verbonden blijf met mijn roots. Als mijn buurvrouw me begroet met Salam, kedere labes, kedere mamak. Hey, hoe gaat het? Hoe gaat het met je moeder? Als mijn collega me begroet met goedemorgen, word ik gevraagd om aan de andere kant mee te kijken. Als ze mij vertelt hoe leuk haar weekend was en hoe heerlijk boerenkool met stampot smaakt, twee werelden. Voor de ene ben ik overduid, maar hoor ik al lang al getrouwd te zijn. Voor de andere ben ik nog super jong en komt trouw en liefde nog wel op mijn pad. Ik ben in beide werelden anders, dus ik verander. Ik verander een beetje net genoeg om niet anders te zijn, om het maar aanpassen. Want waarom veranderen als ik mezelf kan zijn? Waarom anders als ik mezelf heb leren accepteren? De twee werelden hebben mij gemaakt wie ik nu ben. Ik hou van Nederland, maar ik blijf trouw aan mijn roots. Ik ben Marokkaans. Misschien maar als mens, als persoon, als individu en niet als afkomst. Ik ben Zeynep, noem maar Zee. Dank jullie wel. Ik wil even een applaus. Het allervetste hieraan vind ik, zeg maar, hoe kun je dit allemaal uit je hoofd doen? Ik weet niet eens wat ik vanavond ga eten. Ik kan niks onthouden. Je kan alles zo... Doe je daar lang over oefenen? Ja, de ene tekst is wat sneller te leren dan de ander. Maar vaak zit het al in je hoofd. Dus dan heb je allemaal bepaalde volgorde van hoe je dingen gaat schrijven. En dan is het leren toch wel wat makkelijker, want dat komt vanuit jou. Het is niet vanuit een boek of zo dat ik het. En het is de eerste keer dat ik poëzie heb gehoord waar boerenkool met stampel met boerenkool in zat. Ook ja. Belangrijk, man. Ja, ga je daar niet een mixtape voor droppen, Max? Stampel met boerenkool, man. Ik vind dat wel iets voor jou. Andijvie en Rotti, denk ik, man. Andijvie en Rotti is ook een weg. Zijn heb ik wil je bedanken en misschien tot snel weer. Ja.